Mooi. Het is bijna zover. Kijk, je hebt natuurlijk de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg. Maar hier, de Helpershoomtunnel, hier gaat het deze week gebeuren. Ja, want die Helpershoomtunnel, dat zou vorig jaar al, wordt onder het spoor doorgeschoven. Zodat uiteindelijk het verkeer hier makkelijk door kan. En de kruising met het spoor, de Esperanto-kruising, kan worden afgesloten. Nou, in deze aflevering ga je zien wat hier allemaal gaat gebeuren. En dit is trouwens niet de enige plek, want het spoor gaat dicht. En in die tijd gaat er ook in Haren het een en ander gebeuren, hier. Dus veel werkzaamheden aan het spoor, maar als je er dan toch mee bezig bent, kun je maar in één keer beter doorpakken. Nou, dat gaat allemaal gebeuren in deze uitzending. En we gaan natuurlijk even kijken bij de N361 tussen Aardorp en Groningen. Want die weg is ook afgesloten. En we gaan even kijken hoe het daar met de dingen staat. We hebben nog wat leuke acties. Nou ja, blijf kijken en dan komt alles vanzelf. Verbi. Zeg Bert. Ja? Daar ligt een tunnel aan de Helpershoom. Ja. Wordt dat nog eens wat? Of, Ja, natuurlijk wordt er wat erop. Die tunnel die moet op een plek, ja. He, die wanneer moet gebeurt dat? Dat gebeurt in de eerste week van augustus. Dan moet die tunnel op zijn plek worden geschoven. Dus dat betekent dat we op dat moment de tunnel van waar die nu ligt ongeveer 45 meter gaan verschuiven. En dan ligt die onder het spoor. En dan moet in diezelfde periode dat we die tunnel daarin schuiven, in diezelfde tijd, moeten we dat ook allemaal weer dichtmaken en moet spoor er weer overheen, zodat de trein vervolgens weer kan rijden. Ja, dat betekent dus gewoon geen treinen? Nee, dat betekent geen treinen. Dus bus, de mensen die anders met de trein gaan, die worden nu met bussen worden die vervoerd. In ieder geval in die periode, dan kan dat dus in ieder geval niet. Voor de liefhebbers, hè? Komt er ook een tribune? Ja, er komt een tribune. Het is natuurlijk wel een spektakel wat er gaat gebeuren. Het kost alleen even tijd voordat hij van A naar B ligt. Dus ik zou zeggen dat gebeurt dan in die periode. En wanneer is hij dan klaar? Dan is hij dus nog niet klaar, want dan ligt de tunnelbak die ligt op zijn plek. Maar dan moet natuurlijk de aanvoer, de aanvoerroute naartoe en dat je het weer uit kunt rijden. Dat moet nog aangelegd worden. Dus die op- en afrit aan beide zijden moeten dan nog gemaakt worden. En dan moet hij in het voorjaar van volgend jaar dan moet hij klaar zijn. Want in mei moet hij in ieder geval open zijn, omdat dan de Esperanto-kruising eruit gaat. Oh, die kruising hier in de Oosterpoort bij het spoor, die gaat dan dicht? Ja, die gaat dan dicht. Omdat ook ProRail die gaat bezig met meer sporen komen er te liggen op dit gebied. En iedereen die weet eigenlijk wel dat de overgang nu bij de Esperanto, dat is een gevaarlijke overgang. En als er dan nog een spoor bij komt, dan is het helemaal gevaarlijk. Dus vandaar dat er is besloten, op dat moment gaat gewoon de Esperanto-kruising gaat dicht. Dus dan willen wij deze tunnel in ieder geval operationeel hebben. Dankjewel Bert. Alsjeblieft jongen. Hoi hè. Succes hè. Doe ook. Hoi. Nou, zoals Rob al zei, zijn ze dus niet alleen bezig met de weg, maar ook bezig met het spoor. Het project Groningen Spoorzone is van start gegaan. En dat houdt in dat het station Groningen Europa Park zal worden uitgebreid. En daarnaast zal het nieuwe opstelterrein in Haren worden gebouwd. Iemand die er alles van weet is Gerrit Wessels. En daarmee heb ik afgesproken hier op Groningen Europa Park. Mooi, Gerrit. Mooi. Wat zijn ze hier aan het doen? Waar je dat ziet staan, daar komt allemaal, daar komt de vierde kron. En waar zijn ze dan nu mee begonnen? Wat is dit? Wat zijn ze nu aan het doen? Dan gaan we de plaats van het vierde spoor gaan we een zogenaamde overgangsconstructie bouwen. Om het verloop vanuit de baan naar de kunstwerk toe soepel te laten verlopen. Dus. En gaat het goed? Het gaat tot nu toe goed, ja. Ja? Ja. Jullie zijn ook dit jaar begonnen met de vork, hè? Nieuw opstelterrein in Haren. Wat gaat daar precies gebeuren? Nou ja, om de station Groningen aan te kunnen pakken, en er zit een serviceterrein aan de zuidkant, bouwen we nu een nieuw serviceterrein bij Vork. Zodat volgend jaar juni dan kunnen de vervoerders kunnen verhuizen naar Vork. En dan is het stationsgebied aan de zuidkant is dan vrij. Daar zijn we nu volop mee bezig. Dus Vork is volop in aanleg. En dat is bij de splitsing tussen richting Assen en Winschoten. Ja. En daar komt een gigantisch. Er komen twee serviceterreinen, eentje voor Arriva, eentje voor NS. Dus vanaf de zuidkant kun je via het NS terrein op en vanaf de noordkant via de lijn richting Nieuwe Schans kun je richting het Arriva terrein. Er komt ook een park. Er is al een park. Er is al een park. Ja, er is al een park. Aan de zuidkant van het terrein ligt een mooi park met een mooie skeletboerderij. Dat is helemaal aangepland nu, dus onlangs geopend. En daar kunnen mensen recreëren, gaan kijken. Ja. En hoe gaat het dan nu? Hoe ver zijn jullie met de bouw daar? Nou, de vork, die bouw die gaat gestaag door. We hebben de sporen voor het landelijke deel die zijn al gebouwd. De bovenleiding draagconstructie dus staat daar al. En onze planning is dat wij volgend jaar april het hele terrein klaar hebben. Heb je wel eens van de swapfiets gehoord? Een swapfiets is een fiets met een blauw bandje. En die kun je nou een week gratis proberen. Op de verschillende PNR-terreinen. Ik ben hier in Haren. En
daar staan die wichten. Hoe werkt de actie? Je kan via groningenbereikbaar.nl een voor 5 dagen een fiets reserveren. En die kun je ophalen of op PNR Hoogkerk of op PNR Haren. En dan kun je 5 dagen lang vanaf de PNR naar de stad fietsen. Voor niks? Kun je proberen? Voor niks, ja. Om te proberen. En als het dan goed bevalt, dan kun je dat natuurlijk vaker blijven doen. Nou, en kunnen mensen elke dag op de PNR terecht? Ja, van maandag tot met vrijdag. De hele zomer? De hele zomer. Ik wens jullie heel veel succes en plezier ook vandaag. Doeg! Doeg! Nou, ik ben onderweg naar Adorp. Wij willen eigenlijk wel even weten van Vincent hoe het staat met de werkzaamheden aan de N361. Zijn ze net mee begonnen? En we willen wel even weten waar ze dan nu precies mee zijn begonnen en of het allemaal goed gaat, of ze op tijd klaar zijn. Dus eigenlijk of alles naar wens verloopt. Nou, Ineke heeft uitermate goede schoenen aangetrokken voor een bouwterrein. Goed bezig. Nou Vincent, hoe ver zijn jullie? Ja, hoi Ineke. Ja, zoals je ziet zijn we bezig met het slopen van de weg in Adorp. En tot hoe ver ligt het er nu uit? De hele dorpskern van Adorp ligt eruit. Ja. En voor de rest zijn we op de weg naar Groningen vanaf Adorp aan het frezen geweest. En ook de fietspaden. Hey, jullie hebben verderop een stukje bijzonder asfalt gelegd. Wat is dat precies? Ja, op het fietspad hebben we een stukje, zo heet het, ecovalt gelegd. Normaal gesproken wordt asfalt gemaakt met bitumen. Dat is een olieproduct. En dat wordt ook verhit om het zacht te krijgen en aan te kunnen brengen. En dit is een biologisch materiaal wat koud aangebracht kan worden. Dus dat is voor de CO2-uitstoot is dat goed. De werkzaamheden die lopen volgens planning. Dus deze week stond in het teken van zoveel mogelijk verwijderen. En daarna kunnen kabels en leidingen verlegd worden. Dat kan je daar ook al zien. Er wordt flink gegraven. Nu even niet, het is lunchpauze. Maar straks gaan ze weer verder en dan moeten eerst de kabels en leidingen verlegd worden. Voordat er weer opgebouwd kan worden. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn bezig met het rad van Fortuin. En daarmee kunnen mensen allerlei kortingsbonnen of tegoedbonnen krijgen. Bijvoorbeeld gratis een Martinitoren op of gratis een lunch bij de Lieve Zusters. En dat is om mensen een beetje te bedanken dat ze de moeite nemen om naar de stad te komen. Ondanks dat de hele zuidelijke ringweg eruit ligt. Oh, en met de bus gaan en de stad in. En, ja. Is dat een organisatie voor dan, die dat regelt? Ja. Ja, dat gaat vanuit Marketing Groningen, de gemeente en de ondernemers in de binnenstad. Gastvrij Groningen heet Gastvrij Groningen. Nou, wat leuk zeg. Ja. Heeft u al wat gewonnen? Wat zegt u? Heeft u al wat gewonnen? Jazeker, ik heb een kaart van de Martinitoren gewonnen. Oh kijk! En daar gaan we nu heen. Mag ik als stadje er ook meedoen? Ja hoor. Ja, echt? Ja. Nou, dan geef ik er even een slinger aan hoor. Is goed. Ik ben niet voor het geluk geboren, dus het zou me verbazen. Hè? Ik ga gewoon koffie drinken bij Caldi. Nou, super. Kom maar door. Dat was hem dan. De derde aflevering van Bereikbare Stad. Graag wil ik jullie nog wijzen op één mooie zomeractie. En dat is het PRN-abonnement wat je nu kunt aanschaffen voor €25 in plaats van €50. En dit abonnement is precies een maand geldig, dus tussen 15 juli en 23 augustus kun je deze activeren. En je kunt op alle PNR-parkeerplaatsen parkeren rondom de stad en vervolgens met de fiets of met de bus richting het centrum. Bereikbare Stad wordt mede mogelijk gemaakt door Groningen Bereikbaar.